Vlissingen is de minst veilige gemeente van Zeeland, direct gevolgd door Goes en Schouwen-Duiveland. Dat blijkt uit de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Vlissingen staat landelijk op de 57ste plek. Vorig jaar was Terneuzen nog de onveiligste gemeente van Zeeland. Maar die gemeente is nu een stuk veiliger geworden en is gezakt van 58 naar 108. Tot verbazing van veel inwoners. Ik schrik ervan. Ik kan het bijna niet geloven. Waarom niet? Als je kijkt naar de laatste dagen, wat er allemaal gebeurt hier in Terneuzen. Ik sta ervan te kijken. Ik had het niet verwacht. Waarom niet? Nou, je hoort en je ziet wel eens wat er rondom lopen. En denk je, ja, nou ja, in de buurt, groepjes. En dat vind ik altijd een beetje angst in boezemen. Marco de Feiter van de ondernemersvereniging Busy in Terneuzen is erg tevreden over de uitkomst van de misdaadmeter. Ik ben blij met de daling, omdat Terneuzen altijd heel negatief in het nieuws is gekomen. En terwijl Terneuzen heel veel te bieden heeft, net zoals vandaag, is het ook weer hartstikke druk. En het mag ook wel eens positief in het nieuws komen. Ik ben heel erg blij. Want? Gewoon, ik heb zelf ook 3 opgroeiende kinderen. Het is toch fijn voor iedereen dat het gedaald is. Hartstikke goed, toch? En als het aan de feiten ligt, houden ze deze koers aan. Nog lager, hè? Nog lager. Dat hoop ik wel. En ik hoop dat het een samenwerking gaat met gemeente en politie en... Ja, iedereen met elkaar. Zorgen dat het gewoon veilig wordt in Terneuzen. Nog veiliger. Samen in de zon. Overal in Zeeland was het genieten vandaag. Zicht op veren, zoals hier op de Schotsman bij Kamperland. Smeer je wel goed? Ja, natuurlijk. Overal en nee, dat laat ik doen. We zijn hier eigenlijk voor de waterskibaan en dat hebben we dus ook net gedaan. En nu gaan we hier gewoon lekker eten, want dat is een mooi plekje natuurlijk. Ze zeggen dat het te koud is, dat het zelfs gevaarlijk is. Dat vind ik niet. Ja, we zijn wel gewend, hè. En ook aan de andere kant van het Veersemeer, bij de Meerkoet, werd al volop gezwommen. En op een mooie zomer geproost. Constructiebedrijf Herema in Vlissingen-Oost is vanmorgen een bijna 160 meter hoog onderstel voor een boorplatform op transport gesteld. De grootste onderbouw die ooit in Vlissingen is gemaakt is bestemd voor het Noorse deel van de Noordzee. Herema zelf noemt de bouw een huzarenstukje. De hoogte van de constructie is te vergelijken met die van het hoogste gebouw van Nederland, de Maastoren in Rotterdam. De kinderen van Oud-Sabbingen hebben vandaag auto's gewassen om geld in te zamelen voor nieuwe toestellen in de speeltuin aan de ring. Ze zijn aan vervanging toe, maar de gemeente heeft slechts budget voor 1 wipkip. Ze waren helemaal gerot en bij heel veel stukken van af. We dachten van ja, dan kunnen we beter nieuwe speeltoestellen kopen, maar we hadden niet genoeg geld, dus gingen we acties voeren. Waarom doe jij mee met deze actie? Omdat ik graag nieuwe en leuke speeltoestellen wil op de ring. Ik ben nog kind en het is voor onze eigen ring. We moeten sparen voor speeltoestellen en daar doe ik het voor. Omdat ik nieuwe speeltoestellen wil op de ring en ik vind het heel leuk om auto's te wassen. Ik ben langs de deuren geweest om te vragen of ze hun auto wouden wassen voor 5 euro. En ik ben... kinderen gaan vragen of ze mee wouden helpen. Hoeveel hebben jullie nodig? We hebben 9000 euro nodig, dus daar zijn we nog wel even mee bezig. Want wat ga je ophalen vandaag? Wat hoop je? Ik hoop iets van 500 euro. En we gaan ook nog andere acties voeren. En die 500 euro hebben ze gehaald. Daar is zelfs nog 2 euro bovenop gekomen. En binnenkort organiseren de kinderen nog andere acties, zoals een sponsorloop. Ruim 700 deelnemers deden vrijdagavond mee aan de stadsloop in Middelburg met start en finish op de markt. En met het heerlijke weer zaten de terrassen vol en stond er veel publiek langs het parcours.
Favoriet bij de mannen is deze Tim Pleiten. En bij de vrouwen is de vraag wie deze Angelique Engels kan kloppen. Klokslag 8 uur wordt het startschot gegeven door turner Jeffrey Telusa. Hij is sportambassadeur van de stad Middelburg. En zo is de stadsloop van ruim 7,5 kilometer begonnen. Bij de eerste doorkomst maakte de atleet uit Zoutelanden, Tim Pleiten, zijn favoriete rol direct waar. Michel Schrier uit Vlissingen en Sebastian Sletterer, die een thuiswedstrijd loopt, zitten in het groepje daarachter. Bij de dames heeft Angelique Engels zich al losgemaakt van haar concurrentie en loopt haar eigen tempo. Na de tweede doorkomst blijven de namen van de koplopers onveranderd. En zo wint Tim Pleiten bij de heren en Angelique Engels bij de dames. Ah, ik vind het heel leuk. Zeker nu heb je heel mooi weer. En dan zitten de terrassen zitten toch al vol. Dus heel veel mensen die komen dan toch even naar die wedstrijd kijken. En dan krijg je gewoon een hele gezellige sfeer. Engels, keur Angelique. Je had hier de straat in aan de start, had je wind tegen. Dat was gewoon lekker qua temperatuur. Maar aan de andere kant langs het water was het echt warm om te lopen. Overal stonden mensen ook met bakjes water bij hun huis en zo. Dus ja, dat was echt heel leuk. Het publiek is hier heel leuk en de organisatie doet hun best om iets moois neer te zetten. Dus ja, dan wil je als loper ook je best doen om iets moois neer te zetten. Het was vandaag een zonnige dag waarbij de temperatuur plaatselijk opliep naar 26 graden. Vanavond blijft het lang warm en is het onbewolkt. In de loop van de dag daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het zonnig en wordt het ongeveer 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke richtingen. Tegen de avond draait de wind naar het noorden en kan het met name op de stranden snel afkoelen. Heeft u tips? Bel ons of mail.